vlaggenschip van WMF, de Württemberger metaalwarenfabriek uit Duitsland. Zo bekend door de horecalijn, dus de professionele machines die je vindt in hotels en restaurants. Kan je ook wel zien. Hij ziet er niet alleen stevig uit, hij is ook loodzwaar. En hij bestaat in twee edities. Het vlaggenschip in prachtig glanzend RVS. De 1000 Pro S en de 1000 S in mat RVS. En een klein verschil in functies. Hij heeft één steamjet. Dat betekent voor één kopje te verhitten met stoom. En deze kan je meteen twee kopjes verhitten met stoom. Deze heeft 11 specials te maken met een one-touch. En deze heeft er 12 te maken met een one-touch. Dan ziet u hier een accessoire set, want hij heeft een groter bonenreservoir. Hij heeft een waterfilter met slang en hij heeft een tweede uitloop. Voor als de andere in de wasmachine is, die klik je er zo uit. Hartstikke handig hoor. En hij heeft een ring waarop de soorten koffie niet alleen als icoontje in het midden staan, maar ook genoemd worden. Ja, deze hevig glanzende, ook echt mooie machine heeft ook maar mooie heldere iconen. Het aardige is, met één keer drukken krijg je één kop, maar dat wist u. Met twee keer krijg je twee, maar het wordt nog gekker. Je hebt natuurlijk de hete melkfunctie, jawel. Je hebt ook de heetwaterfunctie via het menu, jawel. Maar als je zo'n knopje inhoudt, als je dat doet bij de espresso, dan krijg je een ristretto. Als je datzelfde doet bij de gewone grotere koffie, het icoontje ervan althans, dan krijg je echt een mok, een flinke hoeveelheid. Doe je datzelfde bij de cappuccino, dan krijg je een café latte. En doe je dat lang inhouden bij de latte macchiato, dan krijg je een espresso macchiato. Dat is nou eens een keer apart. Verder is het van belang dat u weet dat het natuurlijk een machine is met een dubbele boiler, oftewel een dubbel verwarmingselement, waardoor je direct de hete stoom beschikbaar hebt om melkschuim te maken of hete melk te maken wat u wenst, of een hete thee ertussendoor. Alles is wat dat betreft direct beschikbaar. Daarvan ziet u trouwens hier het knopje. Douchen alleen is maar alleen, maar bij deze kunnen de kopjes met de steamjet in één keer allebei verhit worden. Twee hete koppen. Hier zit nog even apart de onderhoudsfunctie. Dan gaan wij nu in het menu turen. En we gaan plussen. Dat betekent de grote kop. Dat betekent de grootte van de hoeveelheid koffie die er in een kop komt. Instellen drank is de verhouding tussen de koffie en het water wat u toedient. De maalgaatinstelling is natuurlijk heel belangrijk. Die moet je natuurlijk zo fijn mogelijk doen. De basisinstellingen die kunnen dan ook nog. Die kan u oké geven of niet. Wij doen even niks. De tellerstanden, dat wist u al, dat op dit type machines wel meestal aanwezig is. Je hebt dat systeeminformatie. Dan wordt het voor ons tweeën tijd om allebei een espressotje te drinken. Dus we gaan eens even die dubbelfunctie beoordelen. We hebben het over een stille molen met stalen maalschijven. Goed slijtagebestendig. Kijk eens wat die kremt, kijk eens wat die kremt. We hoeven er niet aan te twijfelen eigenlijk, maar deze doet het wel hoor. Ja, die is gewoon mooi. Geen enkele verzuring. Hij is gewoon mooi. Heel gemakkelijk is de milk clean functie. Eventjes een slangetje wat in de melk heeft gehangen hier aan monteren. En we drukken op P. Iedere WMF-machine heeft een dubbel verwarmingselement. U mag het ook noemen een dubbele boiler. Dat is heel nuttig, zeker voor hen die meteen stoom ter beschikking willen hebben, opdat als je een cappuccino maakt, niet een halve minuut op het opwarmen van de espresso die erin moet, of het opwarmen van het melkschuim hoeft te wachten. Het is dus direct allebei beschikbaar,
Zo ook direct heet water voor een kop thee. Voor die andere gast. Aan deze zijde bovenin de bonenmaler. Met daarbovenop het bonenreservoir van 320 gram. Kijk, dat ziet er tenminste solide uit. En daar hebben ze dit gereedschapje voor. En hiermee stel je dus de maalgraad op zijn fijnste stand. Zo, dan is dat tenminste in orde. Daarnaast, onder dit klepje. En het staat er al op. U kan daar de reinigerspullen in doen. Maar u kan er ook een portie gemalen in kwijt. Bijvoorbeeld voor de decaf. Liefhebbers. Onder deze klep, en dat heb ik nog nooit gezien, zit een, mag je wel zeggen, professionele zetgroep. Je trekt aan het klepje en daar komt iets enorms uitzetten. Deze moet u dus iedere twee weken even spoelen. Dat is op zich niet ingewikkeld, maar je kan hier duidelijk de link zien met de horecamarkt van WMF, want dit is heel professioneel. Nog mooier is ook dat u zelf met deze sleutel de zetgroep kan demonteren. En datgene wat moet draaien, kan u dan opnieuw met siliconenvet invetten. De waterbak is anders dan we gewend zijn. Kijk, je trekt aan deze lip en er komt een waterbak uitzetten van 2,8 liter maar liefst. Nou, dan hoef je tenminste niet zo vaak naar de kraam. Dat is logisch, want dit is ook een machine voor een 50 koppen per dag. Hè? De lekbak en de opvangbak voor de residuen, die zit hier. Hé, mijn hand wordt ineens verlicht. Oh, daar zit een sfeerverlichting onder. Ja, dat is ook wel geinig voor 's avonds. Dan gaan we eens even kijken. Dit is het lekbakje voor het residuwater. En hiermee halen we een enorme opvangbak eruit. U heeft het al gezien door het grote volume van de waterbak, het grote volume van de opvangbak voor de residuen en het grote opvangreservoir voor restwater en spoelwater is het typische machine voor best wat groter gebruik eventueel. En dat betekent dat, naar mijn bescheiden mening, dit ook wel een echte MKB-machine zou kunnen zijn. Best uniek is de kanfunctie. Het is wel een accessoire wat u kan bijkopen. Die zet u onder de machine, daar is een schuifje met een handige opening. Je kan ook de hele deksel eraf halen, maar dat hoeft helemaal niet. Want als je hem zo plaatst, kan je door middel van op de knop te drukken in het programma gewoon tot 8 x 125 ml koffie. Dus dat bij elkaar wel 1 liter in dit kannetje kwijt. En het kannetje isoleert ook nog netjes. Heel belangrijk is het onderhoud van uw koffiemachine. Naast het schoonspoelen van de zetgroep moet u ontkalken. Ga ervan uit, een keer of 6 per jaar, dus iedere 2 maanden. Heel belangrijk is dat u daarnaast het ontkalken de machine ook een aantal keren per jaar moet reinigen. Dat gebeurt met een pil. En deze pil, afhankelijk van de machine, wordt ook vaak toegevoegd aan het water of in een apart vakje. Uiteraard is dit ontkalkersetje voor een heel jaar verzorging bij ons te verkrijgen. En zo hebben we dan een espresso, latte macchiato, cappuccino of een gewoon kopje koffie van koffiediscounter.nl.